Selecties maken kan een tijdrovend kan wij zijn in Photoshop. Maar gelukkig heeft Photoshop daar wat hulp voor en kunnen ze gewoon tegenwoordig grotendeels automatisch selecteren. En dat vind je bij deze twee selectiegereedschappen. Dat is de snelle selectie en de toverstaf. En als je de knop ingedrukt houdt, dan krijg je de opties van beide. En als je snelle selectie hebt geselecteerd, dan zie je bovenaan onderwerp selecteren. En heb je toverstaf geselecteerd, dan staat dat ook bovenaan, maar een beetje meer naar het midden. En je klikt gewoon op onderwerp selecteren. Photoshop gaat voor jou aan het rekenen op basis van allerlei dingen, zoals kleuren en onscherpte in de foto. En aan de hand daarvan komt gewoon een selectie tevoorschijn. Nou, er is een selectie gemaakt, en als ik deze even dupliceer met Ctrl J en ik zet de achtergrondlaag uit, dan zie je dat het op zich wel vrij aardig gebeurd is. Alleen hieronder in de hand zijn er wat foutjes gemaakt. En ook bijvoorbeeld op het haar hier tussendoor uh, en hier aan de rechterkant is het niet helemaal geweldig gegaan. Maar op zich is dit een vrij aardige basis om op te beginnen. Foto zonder een egale achtergrond. Ik druk op onderwerp selecteren. En Photoshop gaat op basis van de onscherpte in de foto gewoon ja, het verloop tussen de vlakken aan de slag om te kijken waar het moet zijn. En wederom zal ik hem even op een nieuwe laag zetten om jou te laten zien wat het uiteindelijk is geworden. En ook hier tussendoor in het haar, nou, dat is niet uh, helemaal gelukt. En ook hier bij de oog is iets niet helemaal goed. En verder is het gewoon wel vrij aardig. Het is een mooi en snel handvat. Is dit dan zaligmakend? Nee, want dit is even een foto uit een andere categorie. Ondanks dat het een leeg stadion is, is het toch een hele drukke foto met allerlei lijnen en vlakken. Er is geen verloop in scherpte-diepte. Dus als ik op onderwerp selecteren druk, weet ik zeker dat dit stadion gewoon niet mooi uitgesneden gaat worden. En ik zie het al, um, als ik de selectie even op een nieuwe laag zet. en ik ga de laag daaronder een klein beetje. Van een mindere dekking zetten, dan zie je wat mijn selectie is. Nou, de tribunes, dat is allemaal wel in orde. Dat is allemaal gewoon keurig groot. Steekt erg uit in de foto. Dus het eh, was een hele mooie selectie. Maar je ziet aan de linkerkant heb ik het scorebord wel meegeselecteerd gekregen. En aan de rechterkant dan weer niet. En zo ook links, uh, ja, geen idee wat het zijn. Misschien parkeergarages aan de rechterkant staan die er niet op. En het gazon op de voorkant uh, voor de entree, dat is ook gewoon niet meegeselecteerd. Dus op zich deze manier van selecteren. Het is niet heilig, maar het is gewoon een aardig begin. Zeker op foto's die niet al te druk zijn, zoals deze. Dan kun je gewoon uh, daarmee een vrij snelle uitsnede maken van je model bijvoorbeeld. En je kunt hem later altijd nog gewoon met selecteren en maskeren verfijnen. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!